vandaag 23 juli, is een mooie dag, is Proef de Wijk en ja, leuk. Weer is goed. He, we hebben druk op het plein, normaal zitten we hier met z'n drietjes en nu zijn er denk ik wel 23 restaurantjes hier poppen. Nou, gezellig, lekker iedereen. Het is wel erg warm. Ik moet zeggen, volgens mij is het 46 graden, zo voelt het althans. We hebben lekker garnalenkroketjes, we hebben vegan burgers, echte hamburgers, jouw favoriete ribs zijn er ook. Je kan het allemaal nemen, cornfritters hebben, van die lekkere maiskoekjes zijn dat. Pim's en lemonade. Pim's en lemonade, dat is wel onze favoriet. Ja, lekker, beetje fruit erin, rietje, ja en dan is het gewoon feest. We hebben wat barbecue gerechten die we voeren vandaag. Hiernaast hebben we het opstookkamertje. Door middel van rookhout en wat houtskool kunnen we een bepaalde temperatuur bereiken. En de rookontwikkeling die bevindt zich dan hier. In dit vak hebben we de ribbetjes al gedurende een aantal uur gerookt. Het is mooi donker van kleur, lekker gelakt in de barbecue. We hebben hier een opslagkamer waar wat kip klaar ligt. Wat pulled pork, wat burgertjes die zo aan de rechterkant op het heetste gedeelte kan worden afgemaakt. Ja, een lekker broodje, wat verse garnituren. Serveren wij een hele lekkere burger of ribs op deze dag. Wat wel grappig is, wij hebben besloten om op een festival gewoon geen gewoon pils meer te drinken. Gewoon pils heel erg 2018, doen we niet meer. En Lowlander, dat zijn echt onze vrienden, wij vinden dat Lowlander sowieso het lekkerste witbier heeft van Nederland. Die zeiden, joh, onwijs gaaf karretje, tuk tuk. Wij hebben Lowlander wit, dat vinden we te gek. We hebben een Elvis Juice van Brewdog op tap. We hebben ons eigen bier, de Kinsbergen Peel Ale. Maar we hebben ook een cider op tap. Want op dit festival verkoopt Marius, en natuurlijk in de Piedijstraat verkoopt ze wijnen. Dus dat is ook leuk dat hij dat daar dan ook doet. Maar wij hebben cider. Daar heb je helemaal geen wijn meer nodig natuurlijk. Dus dat is wel echt lachen dat we dat op deze manier doen. En mensen vragen helemaal niet meer om normaal pils. Dus dat is fantastisch.